We kijken naar de productiewaarde en de productiewaarde is hetzelfde als de toegevoegde waarde. En de toegevoegde waarde ontstaat door het produceren. Door het produceren wordt er waarde toegevoegd. Dus door het produceren wordt er waarde toegevoegd en deze toegevoegde waarde is ook weer inkomen voor de mensen die de productiefactoren beschikbaar stellen. Dus door het produceren wordt er waarde toegevoegd en in dit geval wordt er hierdoor ook inkomen verdiend. En ik kan het op twee manieren uitleggen, want de productiewaarde, oftewel de toegevoegde waarde, die kun je op twee manieren vinden, zoals ik al zei. Je kunt van de omzet de inkoopwaarde afhalen. Dus omzet min inkoopwaarde is de toegevoegde waarde. Maar je kunt ook kijken op een andere manier. Toegevoegde waarde. En dat was hetzelfde als de productiewaarde. Is ook de optelsom van loon. De beloning voor arbeid. Pacht, huur, rente plus de winst. En de optelsom van loon, pacht, huur, rente en winst is ook weer gelijk aan de productiewaarde, oftewel de toegevoegde waarde. En omdat je kunt zeggen dat loon plus pacht plus huur, plus rente, plus winst, alle drie of allemaal vormen van inkomen zijn, is de toegevoegde waarde dus gelijk aan de verdiende inkomens. En zodoende zijn die dus in evenwicht. Goed, korte herhaling. De productiewaarde is hetzelfde als de toegevoegde waarde. Dus door het produceren wordt er waarde toegevoegd. En daardoor wordt er dus ook inkomen verdiend. Nou, je kunt heel kort zeggen, toegevoegde waarde is omzet min de inkoopwaarde. Dat is een manier om de toegevoegde waarde te berekenen. Je kunt ook zeggen, de toegevoegde waarde bestaat uit alle beloningen van de productiefactoren, dus loon, pacht, huur, rente en winst. En deze beloningen allemaal zijn gelijk aan het inkomen. En daarom kun je dus helemaal onderaan ook zeggen, de toegevoegde waarde bestaat uit de productiewaarde en die is ook gelijk aan de inkomens.